Er was een avond in verband met de stad Almelo om te kijken hoe hij meer of zij meer fietsvriendelijk leefbaar zou kunnen worden. Is dat nu dan niet zo? Voor een deel is Almelo zeker een stad om goed in te kunnen fietsen. Maar voor een deel is het zo dat de fietser nog veel te weinig plek heeft in de stad Almelo. Wij streven dus na dat het veilig fietsen leven is in Almelo, in de wijken. Dat kinderen weer wat meer kunnen spelen op de straat en dat de auto's wat meer uit de stad uit de wijken teruggedrongen worden en dat de fietsers meer plek krijgen, zodat de stad leefbaarder wordt. Nou is de citypromenade, de grote straat, toch langzamerhand al fietsvriendelijk geworden, hè? Daar zijn we ook heel tevreden mee. Het is een proef voor een jaar. Het is nu zo'n drietal maanden bezig en ik volg het nauwlettend en ik heb gezien dat er dat het erg goed gaat eigenlijk in grote lijnen. Alleen de zaterdag vragen we ons af of dat nou wel een goede oplossing is om het winkelend publiek te mengen met fietsers. Dus dat is nog even de vraag. Zijn er nog oplossingen geboden of knelpunten aangeleverd? Er zijn behoorlijk knelpunten ook aangereikt. En daar gaan we ons verder, die heb ik genoteerd. En daar gaan we verder ons hoofd over buigen de komende tijd.